Hi, leuk dat je kijkt en welkom op het kanaal van Ages Gracefully. Ik ben Annette en ik ga vandaag voor jou uitpakken of in ieder geval laten zien wat er in de adventskalender zat van Lookfantastic. Dat is deze enorme box van 2019. Dan denk je natuurlijk, ja, lekker rijkelijk laat, want het is december is op zijn eind. Maar dat komt omdat ik hem echt als verrassing heb bewaard. En ik dus ook geen spoilers had gekeken of andere filmpjes waar de inhoud al te zien was. Ik heb echt netjes gewacht tot 1 december en netjes elke dag één vakje opengemaakt. Want dat vind ik wel zo leuk. En ik dacht, ik doe even als recap, laat ik jullie nog een keer zien wat er allemaal in zit. Ik heb hem geunboxed op mijn Instagram. En wellicht volg je me daar niet of heb je niet alles meegekregen en kan je op deze manier toch even zien wat er allemaal voor prachtigs in deze mooie adventskalender zat. Ik zet hem naast me neer, want hij is echt loeizwaar en ik kan hem niet de hele tijd op schoot houden. Dus ik begin gewoon even met vakje 1. Dat was al trouwens een fantastische mooie verrassing. En ook heel leuk dat ze er tegenwoordig deze kaartjes bij doen, waarin dus het iets over het artikel op de achterkant staat. Want dat is wel zo handig, want dat mis je soms wel eens bij andere adventskalenders. En ik heb deze voor het derde jaar op rij. Ik vind hem erg mooi. Ik krijg altijd een flinke korting omdat ik ook de beautybox heb. En ja, ik had wel zoiets van dit jaar wordt volgens mij mijn laatste jaar. Volgend jaar wil ik een andere. Maar hij is weer zo goed qua inhoud dat ik nu toch wel weer twijfel. Dus maar goed, dat is pas voor volgend jaar aan de orde. We beginnen met vakje 1 en daarin begonnen ze gelijk met een klapper. En dat was namelijk een Morphe palet. 9A Always Golden. En ik zal je even de inhoud laten zien, want die is echt heel erg mooi. Het is echt helemaal mijn kleuren ook. Namelijk helemaal een mooi naturel palet. En met mooie, zowel matte tinten als volgens mij zitten er 2 in met een glittertje. Deze en deze. En verder is die vrij mat. En nou, deze heeft volgens mij ook iets van een glansje erin. Dus daar kun je prachtige neutrale ooglooks mee maken. En ja, ik hou gewoon van een meer neutrale ooglook. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En dat zat dus in vakje nummer 1. Dus we begonnen gelijk goed. Of in laadje 1 was het eigenlijk. Dan in doosje nummer 2. Daar zat dit product in. En dat is van Living Proof Perfect Hair Day. Dit is de 5-in-1 Styling Treatment. Ik ga toch even mijn bril erbij pakken. Dat is misschien toch wel handig als ik wat op die kaartjes wil lezen. Even kijken hoor. Add strength and shine to locks with this formula. Soothes volumizes and conditions. Heat protector is het ook. Houdt de kleur van je haar vast. En geef je haar volume. En dit is dus gewoon voor na het douchen. Dus voor na het washing. En voor best results blow dry. Dus ik denk dat je dit hoef je niet uit te spoelen. En dat vind ik wel ideaal. Want ik hou ervan als het lief in conditioner zijn. Dus dat zat achter hokje nummer 2. En het is ook best een mooie inhoud. 30 ml. Dus daar kan je best eventjes mee doen. Nummertje 3. Die zit helemaal onderin. Dat was een product van Caudalie. En dat is een toner uit de Vino Pure lijn. Ik heb al eerder producten gehad uit deze lijn. En die vind ik allemaal echt heel erg fijn. Dus dit is gewoon een toner. Altijd handig eventjes om laatste restjes van je make-up te verwijderen. Of om helemaal 's morgens, als je het 's morgens gebruikt nadat je je gezicht schoon hebt gemaakt. Om eerst een toner te gebruiken zodat je huid klaar is voor de gezichtsverzorging. Dus dat is een mooi formaatje ook. Deze ga ik denk ik misschien meenemen op mijn vakantie. Want dan vind ik dit soort maatjes altijd ideaal. Dat is nummertje 3. Nummertje 4. Ik had trouwens in een aantal vakjes geen kaartjes. Dus toen dacht ik, nou dat is raar. Totdat ik bij vakje 16 kwam geloof ik. En daar zaten ineens 4 kaartjes in. Dus iemand had met inpakken, die was er waarschijnlijk klaar mee. Die dacht, oh ik ben kaartjes vergeten, ik stop ze maar in dat vakje. En maar dat was onder andere bij deze kwasten. Deze zijn van Luxie, nummer 121 en 141. Gewoon oogschaduwkwastjes, prima kwaliteit, mooie, ja, weet je wat is het, parelmoerige houdertjes. En nou ja, oogschaduwkwastjes komen natuurlijk altijd van pas. Vooral natuurlijk ook met dat mooie Morphe palet. Dus leuk dat ook die erin zitten. Vakje 5, die zit hier beneden. Dat was ook weer een prachtig product. En dat is namelijk een
Pro Collagen Marine Cream van Elemis. Deze had ik al een tijdje op het oog ook. Dus leuk dat ik die nu in een mooie verpakking, want wat is het, 30 ml. Dus dat is best een flinke pot. Elemis vind ik echt heel fijn. Ik heb eerder al producten gehad. Ik heb een masker gehad. Ik heb nu een reinigingsbalm. Die vind ik ook echt goddelijk. En ik zat dus heel erg te wachten om een keer de Marine Cream te doen. Dat is eigenlijk hun, hun meest verkochte product eigenlijk op basis van C-collageen. En schijnt fantastisch goed te zijn. Dus ik ga deze zeker proberen. En ik denk dat je hier ook wel een review van terug gaat zien op NH's Gracefully. Nummertje 6. Die zit hier boven. Dat is een Ilamasca. Dat is een lip liner in de kleur Raw. En dat is gewoon een beetje een nude kleur. Dus hij zit helemaal gesield. Dus ik zal hem ook gewoon even in het sealtje laten. Dus perfect. Ik ben natuurlijk niet zo van de rode lipsticks. Dat weten jullie. Ik heb ze ook onlangs weer 2 weggegeven. En dus ik ben altijd blijer als het een beetje neutrale kleuren zijn. Dus dat staat in vakje 6. Dan in vakje 7. Waar hebben we die hier? Daar zit een product in van Rituals. En dit is van Ritual of Ayurveda. En dit is de Natural Dry Oil for Body and... Wat staat er? Body and Hair. Dus droge olie. Dus ook ideaal. Even kijken hoor. Indian Rose en Sweet Almond. Dus ik gebruik graag doucheolies. Meestal gebruik ik babyolie omdat dat neutraal is. Maar hier ook wel heel nieuwsgierig naar en lijkt me lekker. Dus die komt zeker ook op. Dat was nummertje 7. Dan vakje 8. Daar zit een product in van Philip Kingsley, Elasticizer, Deep Conditioning Treatment. En dit is een product die gebruik je volgens mij voordat je je haar gaat wassen. Dus dit moet je haar vochtig maken. Dan doe je deze eerst. En die laat je dus eigenlijk 20 minuten in je haar trekken. En dan spoel je het uit. En dan ga je dus pas je haar shampooen. Dus het is eigenlijk een omgekeerde conditioner. Een beetje. Ik heb al een keer eerder ook zo'n tube gehad. Ik vond het heel erg lekker. Ik vind het alleen lastig omdat ik het dan vaak vergat. Omdat je het eigenlijk voordat je onder de douche gaat al in je haar moet doen. Dus je moet er echt even aan denken. Want je springt natuurlijk onder de douche, je wast je haar en dan ga je conditioner gebruiken. En deze moet je dus eerst gebruiken. En vooral omdat die eigenlijk 20 minuten of langer in moet trekken. Zo lang sta ik niet onder de douche in ieder geval. Dus ik moet hem echt wel echt eventjes gaan bedenken hoe ik deze goed in mijn routine kan doen. Zodat ik hem optimaal kan gebruiken. Maar heel fijn product. En Philip Kings die heeft hele mooie haarproducten. Dan nummertje 9. Dat is van Oskia. Oskia Londen, heel erg fijn ook. Heel mooi merk. De Renaissance Cleansing Gel. Dus dit is een reiniger. Ben ik ook heel erg blij mee. Ik ben nu uit de Winter Kit ben ik met de Oskia Night Masker bezig. Dus dat is een nachtcreme. Die is ook echt zo lekker. Daar komt ook zeker nog een review van. Wellicht dat hier ook een review van komt. Non-foaming cleanser. Even kijken hoor. Laat je huid zacht en soepel. Vol met vitamine, fruit, enzymen, gel to oil formule. Maakt je huid schoon van make-up en onzuiverheden. Geschikt voor alle huidtypes. Dus heel erg lekker. Dan nummertje 10. Een product waar je al een review van op NH's Gracefully kunt terugvinden. En dit zijn namelijk de Facial Radiance Pad. Deze heb ik helemaal aan het begin van mijn blogcarrière gebruikt. Dus dat is denk ik al 5 jaar terug dat je hier een artikel over kan vinden. Toen had ik een grote pot. Dit is met 28 pads. Volgens mij had ik toen een full size verpakking. Daar zitten er volgens mij 60 in. Niet goedkoop. Ze komen volgens mij op een euro per stuk. Deze pads. Maar zijn ideaal. Die zijn ook, ze halen dode huidcellen weg. Ze zijn van First Aid Beauty. En dus als je... huid hebt schoongemaakt, dus je make-up gereinigd hebt, dan kan je dus deze even zo'n pet helemaal over je gezicht halen. En die haalt dus de dode huidcellen weg en zorgt dus voor je mooie egale tinten krijgt. Dus ideaal om te gebruiken. Zijn volgens mij ook geschikt voor alle huidtypes, want ze zijn vrij mild. Maar ze doen wel grondig hun werk. Dus heel mooi product, heel blij mee ook.
Dan vakje 11. Dat is weer een heel duur serum. Dat is namelijk een serum van Avant. We hadden natuurlijk in een van de beautyboxen ook al een serum van Avant. En dit is de Shea Butter Sweet Almond Moringa Rice Age Restore Overnight Treatment. Dus dit is ook weer een product voor 's nachts. En die andere serum die we hadden, die was volgens mij voor overdag. Dus ik denk dat dit rond de 80 à 100 euro kost. Dat is echt niet te doen, zo duur. Ja, heel erg lekker. Even kijken hoor. Er staat hier 2 tot 3 keer per week. Dus ik denk dat deze wel ook een vrij rijke formule heeft. En dus ook wel iets van ook exfoliërend heeft. Want anders zou je hem wel elke dag kunnen gebruiken. Maar er staat dus 2 tot 3 keer in de week. Dus ik moet eventjes op mijn gemak goed lezen. Maar ook hiervan ga je zeker een review terugzien op NH's Gracefully. Ik zal allemaal wel even duren. Hè, want ik kan natuurlijk maar zoveel op mijn gezicht smeren. Even kijken, vakje 12. Oh ja, dat was ook zo. Daar was ik ook weer zo blij mee. Dat was namelijk deze. Die hebben we al eerder gehad. Hier staat ook een review van op NH's Gracefully. Dit is de Pry Ageless Throat and Decolletage Cream. Heb je dat nodig? Nee, absoluut niet. Maar is die lekker? Ja, hij is zalig. Ik heb deze afgelopen zomer, ja voorjaar, begin van de zomer gebruikt. Hij is namelijk super verkoelend. En vooral als je net als ik een beetje overgangshormonen hebt, dan is dit gewoon zo'n lekker product. En dus ik smeerde het op mijn hals en hier aan de bovenkant. En het krijgt gelijk dat hele verkoelende effect. En een super lekker vond ik hem. Dus ik ben heel erg blij dat daar nog een kortje van in de adventskalender zat. 13, die zit weer hier beneden. Ja, dat vond ik eigenlijk het enige product waarvan ik had gezegd van, ik denk dat dit het minste product is wat erin zit. Het is namelijk een oogpotloodje van Lord & Barry, een eyeliner. Het is ook zo'n gewoon potloodje wat je moet slijpen. Zelf ben ik meer tegenwoordig van die soort waxachtige potloodjes. Ik gebruik die van Lottie London. Die zit echt als een huis. Die breng je 's morgens aan en die blijft tot 's avonds zitten. En Lord & Barry, daar heb ik een beetje wisselend succes mee. Ik heb namelijk een tijd lang de Stijltoonbox gehad, ook in het begin van mijn blog. En daar zaten regelmatig producten van Lord & Barry in. En het was altijd of hit of miss. Het was of je dacht van, oh, dat is echt wel een lekker product. Of het was echt 3 keer niks. Dus ik vind dit eigenlijk een beetje, ja, het minste product zeg maar wat erin zit. Het is ook maar een klein potloodje. Ik weet ook niet echt of het een full size is. Maar ja, op zich natuurlijk een zwart oogpotlood. Je kunt er niet geen bult aan vallen. Dus verder prima. Dan nummer, laat ik hem even goed indoen. Nummer 14. Dat is deze. Dat is van Mellow Cosmetics. Dat is een liquid lip paint. Die een beetje past bij dat potlood wat we eerder zagen. Dus ook in een beetje een nude tone. Volgens mij is dit de kleur, even kijken. Taron staat er. Dus een beetje een, een beetje aardekleur. Het is niet echt oranje, neigt meer naar bruin. Maar ik vind het wel, een heel mooi kleurtje, denk ik, bij mij. Ik hoop dat hij niet echt helemaal verkeerd is, dat je zo'n soort camouflage effect krijgt, maar dat zullen we snel genoeg zien. Long wearing crème formule zonder dat het de lippen uitdroogt, staat er. Dus ik ga voor jou proberen. Dus een lipstick achter nummer 14, dan hokje 15. Die zit hier beneden. Oh ja, dat is een lipmasker van Rodial. Rodial is ook zeker geen goedkoop product. Laatst heb ik ook zo'n masker gebruikt en toen dacht ik, ik zie niet echt helemaal waar het voor is. Het is een vrij groot, een beetje siliconenachtig masker was het. Ik weet niet meer van welk merk het was, maar dit is de Dragon's Blood Lip Mask. Om vocht inbrengend, plumping. Er staat er verder nog iets bij. Met hyaluronzuur, natuurlijk. Om je lippen zacht te verzorgen met een cooling sensation. Voor als je van de winter echt een keer schrale lippen hebt, is het ideaal om even een maskertje te doen en daarna lekker in te vetten. Dus ik ga hem voor je uitproberen.
Dan nummertje 16. Die zit hier. Oh ja, ook lekker. Dat is namelijk een product van Molton Brown. En wel de douchegel in Fairy Pink Pepper Bath and Shower Gel. Ja, ik vind Molton Brown vind ik ook zo waanzinnig lekker. Oh, zalig ruikt hij ook weer. Ik had vorig jaar had ik mijn Molton Brown mee op vakantie. En toen was hij nog niet eens helemaal op. Dus ik was 10 dagen op Griekenland en toen was er nog ongeveer zoveel over. Dus je hebt ook niet echt heel veel nodig als je zo'n puff gebruikt. Dat schuimt altijd lekker natuurlijk. En ja, ik vind het heel erg lekker. Ik had het zo, als het niet zo duur zou zijn, zou ik dit altijd kopen als douchegel. Het zijn een beetje aparte geuren altijd. Maar gewoon super lekker. Niet van het chemische. En, dus ik doe het nu gewoon lekker met de douchegels van Balea. Die vind ik ook prima. Maar ik geloof dat een full size iets van 20 euro kost. Nou, dat vind ik voor een douchegel gewoon een ja, absurde prijs. Dus, maar heel blij dat deze erin zit. Dan vakje 17. We naderen het einde. Daar zit een product in van Emma Hardy. Ook heel erg fijn. Heb ik ook al een keer een review van geschreven op Anish's Gracefully. Ik denk dat ik deze ook weer ga reviewen. Dit is de Moisture Boost met vitamine C. En dit is even kijken. Denk gewoon voor overdag. Oh, het is 24 uur. Dus je kan zowel 's morgens als 's avonds gebruiken. Rijk aan vitamine B3 en vitamine C. Even kijken hoor. Om een jeugdige gloed te laten doen. Ja, verder staat er eigenlijk niks op. Dus ik ga even kijken hoe rijk die is. 24 uur crème. Kijk ik meestal altijd eventjes van. Als die heel rijk is, gebruik ik hem liever 's avonds. Is die prima voor overdag, dan gebruik ik hem overdag onder mijn make-up. Dus Emma Hardy onder vakje 17. Dan nummertje 18. Dat is een handcreme. Die zit natuurlijk ook altijd wel in de box. Ik ben zelf geen gebruiker van handcreme. Maar ik kan er andere mensen altijd heel erg blij mee maken. En dit is van Niels Yards. Ik heb nog een product liggen boven van Niels Yards. Volgens mij uit dezelfde lijn. De Wild Rose. Heb ik nog een potje liggen. Volgens mij is dat of een masker of ook iets van een moisturizer. Dus die staat ook nog zeker op zijn beurt te wachten om te testen. Dus dit is een lekkere handcreme. Even kijken hoor, diep hydraterend, goed verzorgend voor droge handen, met rosehip, geranium en patchouli olie. Laat het je handen diep gehydrateerd met een uplifting scent. Ik weet niet of die open is of dat die geseald is. Oh, hij is geseald, zie ik. Dus ik laat hem mooi dicht en die gaat aan iemand cadeau gegeven worden. Dan nummertje 19, die zit hierboven. Oh ja hoor, dat was ook weer een klapper, namelijk het EGF serum van BioEffect. Hier heb ik een sample Saturday over geschreven. Hier was ik zo onwijs blij mee dat ik hem heel graag full size wilde. Maar 125 euro, ik herhaal maar even, 125 euro. Niet dit formaat, dan krijg je drie keer zoveel. Dit is volgens mij 3 milliliter. Denk ik. En volgens mij zit er 15 milliliter in een full size. Maar jongens, 125 euro. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Maar ja, je hebt er maar 2 of 3 druppeltjes van nodig. Dus je doet weken met dit flesje. En ik vond hem zo lekker. Ik vond met name als je hem... Ik heb hem 's avonds gebruikt. Als je hem opdeed en je werd 's morgens wakker. Dan was het gewoon net alsof je je huid net in de crème had gezet. Weet je, zo verzorgd voelde het gewoon helemaal lekker... Ja, ik wil niet zeggen vettig, want dat is niet het juiste woord. Maar gewoon zo diep verzorgd dat ja, ik werd er echt onwijs blij van. Dus blij dat hij er weer in zit. En ik had volgens mij ook gezegd in mijn opgemaakt video van... Ik hoop dat hij nog een keer terugkomt in de adventskalender. En zie daar, toppie. 20. Dat is een mascara. Moet er natuurlijk ook altijd in zitten. En dit is een mascara van Ico. Dit is de blauwe met zo'n gebogen halve maantjes borsteltje. En ik had hier een mini van. Volgens mij heb ik die een keer gekregen toen ik iets had besteld bij Cult Beauty. En ik vond hem heel erg goed. Dus ja, prima dat ik hem nog een keer heb gekregen. Dus ja, mascara. You can't go wrong, hè, met een zwarte mascara. Dus helemaal prima. 21, we zijn er bijna. Dat is deze.
Oh, die zit er nog los in. Dat is een brow pencil. Gebruik ik ook zelf weer niet. Dit is in de kleur Zebel. Maar mijn dochter gebruikt wel. Dus het zit aan de ene kant zit er zo'n spoelie. En dan aan de andere kant heb je het. Andere kant op draaien. Heb je dus het oogpotlood zelf, zeg maar. Oh, hij zat een beetje los. Ik draai hem even helemaal erin. Dus ik ga even kijken of mijn dochter deze kleur goed is voor haar. En anders gaat hij in de giveaway voor volgend jaar. Want ik heb natuurlijk net een giveaway gedaan. Die was super succesvol. En dus ik hoop dat ik een heleboel mensen blij heb kunnen maken met cadeautjes. Dus ik ga dat gewoon volgend jaar weer doen, had ik besloten. 22. Dat zijn twee bruisballen. Zijn het er twee of zijn het er drie? Ja, twee. Van Bubble Tea. En deze zijn exclusief voor Look Fantastic gemaakt. In de geur gezouten karamel. Dus het zijn van die bathtub bombs. En ja, dus die ga je lekker in je bad gooien. En dan gaan ze helemaal zo los bruisen, zeg maar. En dan krijg je gewoon een lekkere zachte huid. Er zitten er drie in, zo te voelen. Ja, 1, 2, 3. Ja, drie bathbubbles. Dus die ook leuk dat het erin zit. Iets voor in bad. Zat trouwens wel in een beetje klein doosje. 23. Dat is een product van Filorga. Dit is het Meso Mask Smoothing Radiance. Dus dit is een gezichtmasker van Filorga. Ik weet niet of ik deze al een keer heb gehad. Volgens mij niet. Volgens mij heb ik onlangs een ander masker gebruikt. Dus ik ga eventjes kijken of ik deze niet al heb gehad. En anders zie je deze vast terug in een sample Saturday. Even kijken hoor. Deze kan je op je gehele gezicht, zowel rondom je ogen ook gebruiken. Je nek en je décolleté. 15 tot 30 minuten laten zitten. En dan met een lichtvochtig watje staat er de overtollige crème eraf halen. Dus ja, lekker. Ga ik eventjes op mijn gemak lezen en uitproberen. Dus, maar ik vind Filorga altijd fijne producten ook hebben. Dus de ene laatste, 24. Dat was ook een super mooi product. En dat is namelijk een highlighter palet van Sleek. En dit is in de kleur Solstice. En mijn dochter heeft dit highlighter palet. En toen ze hem kocht was ik toch wel een tikje jaloers. Omdat ik dacht van wauw, wat is die mooi. Volgens mij heb ik hem ook op mijn review, op mijn blog toen ook. Ik weet niet of ik een review heb gedaan of er in ieder geval iets over heb geschreven. Maar het is een waanzinnig mooie palet. Ik moet eventjes het sealtje openmaken. Dus ik denk dat ik deze wel zelf ga gebruiken. Oh, als die open wil, kan ik hem nog even aan jullie laten zien. Plasticje eraf. Poederkwastje even eraf. Dus het is één, zeg maar, een beetje een crème-achtige. En dan zit deze, dit is een beetje zo'n rose gold. En dat zijn twee warme highlighters. En dat is meer mijn ding. Ik ben meer van de warme highlighters als zo'n hele lichte kleur. Dus ja, prachtig paletje. Je krijgt er ook zo'n kwastje bij. Wat je daarmee moet, weet ik niet, want dat is echt waardeloos. Ik gebruik altijd zo'n waaierbrusje om mijn highlighter aan te brengen. Maar ja, heel erg mooi. Dus ook dat is weer een prachtig cadeau voor kerstdag was dat. Dat was nummer 24. En dan tot slot in 25. Dat was weer een laadje. En hij paste er bijna niet in, want dat is weer een product van Omorowicza. En dit is de Queen of Hungary Face Mist. En deze keer zit hij in een goud, ja, wat is het, rose gold verpakking. Deze hebben we eerder gehad. Ik weet niet of die toen ook in nummer 25 was. Of dat die een keer in een jubileumbox heeft gezeten. Maar we hebben een keer eerder een limited edition van Omorowicza gehad. Dit is gewoon zo'n face mist die je gewoon lekker over je gezicht kan sprayen. En het is ook zalig. En dus deze ga ik ook zeker helemaal lekker opgebruiken. Volgens mij staat hier een review van al op NH Gracefully. En dat is dus nummertje 25 en het laatste hokje van mijn adventskalender. Ik vond hem dus echt
waanzinnig mooi. Het oogpotloodje van Lord & Barry is eigenlijk het enige product waarvan ik zeg van nou, hadden ze daar niet iets anders voor in de plaats kunnen doen. Een mooier oogpotloodje, een iets betere kwaliteit. Maar verder vind ik alles waanzinnig goed. Ik ga misschien niet alles gebruiken zoals de handcreme en de wenkbrauwenproduct. Maar daar kan ik dan weer andere mensen blij mee maken. Maar het is, ja, het zijn stuk voor stuk echt kwalitatief mooie producten. En ik ben er waanzinnig blij mee. Je gaat vast er een aantal van terugzien op mijn blog. nhgracefully.com. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Duimpje omhoog en ik zie je graag de volgende keer. Dat zal denk ik pas weer in het nieuwe jaar zijn. Dus ik wens je een heel goed uiteinde. Dankjewel voor het kijken. Groetjes. Bye.